IJssel-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Kamper Uitjes, de leukste groepsuitjes in Kampen. Tot 28 oktober wordt ieder weekend Walibi Holland omgetoverd van pretpark tot horrorpark. En wij namen alvast een kijkje. Ja, we zijn in Walibi Holland en hier moet het gaan gebeuren. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet naar binnen, want het is erg spannend. En of het zo spannend is, dat gaan wij vanavond beleven. Gaan we met ons mee. Om naast Freddy Krueger te staan. Ja, best wel spannend. Ja, wat maakt het zo spannend? Ja, hij heeft wel hele enge nageltjes heeft hij. Dus, Hoe is het hier in Walibi? Ja. Wat heb je daarop te zeggen, Freddy? Fuck you. Hoe oud zijn jullie als ik vragen mag? We zijn allemaal 14. Maar dan mag je er eigenlijk nog niet eens in. Ja, nou ja. Je moet het nog een keer doen, hè? Ah, dan kun je misschien niet slapen vannacht. Jawel. Omdat het aan het slot van het seizoen nog zo'n enorme energie geeft, ziet iedereen er erg naar uit. Dus het is een perfecte afsluiting van je seizoen eigenlijk. Ja. Zijn jullie wel 16? Nee. Nee, wij hebben allebei een Walibi-pas. We wonen in Dronten. Dus we kunnen hier met een kwartiertje zijn we er. Ja. Maar dan is het misschien wat te spannend voor jullie. Vinden jullie dat zelf ook of niet? Nou, zo zoals we als achter ons aankomen, dan rennen we wel weg. Dus. Ja, wat was het spannendste gedeelte dan? Daar zo, bij de Robin Hood, bij die houten achtbaan. Ja, klopt, ja. En nou nog even lekker genieten. Ja. Ja, daar gaan we nu ook weer heen. Echt heel eng hoor. Je komt allemaal dingen tegen uit films en zo. Herken je ook een paar films of niet? Ja, Saw en jeetje, welke nog meer? Ik ben het weer vergeten door de spanning. Nederlands bekendste tatoeëerder Henk Schiefmacher is ook aanwezig voor een blijvende herinnering. Waarom doe je dit? Waarom doe ik dit? Een creatieve uitdaging, dat was de prijsvraag. En dat trekt mij altijd wel. Ik ben altijd wel creatief geweest, dus dat vind ik heel leuk. En zoals je ziet heb ik al wat tatoeages en eentje van Henk Schiefmacher erbij. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En wat krijg je ervoor terug eigenlijk? Een hele mooie tatoeage, maar daar hangt ook nog iets aan vast, geloof ik, hè? Ja, het is een levenslange gratis entree op de Fight Night van Halloween. Oh, dat is zeker genieten. Een levenslange tatoeage? Ja, ook dat nog. Ja, Henk, jij vindt het ook leuk, denk ik, om zo'n avond mee te maken hier. Nou ja, het is natuurlijk weer een buitenkansje om ergens anders te zijn. Beter is op de bank. U heeft ook een tatoeage laten zetten, hè? Ja, klopt, ja. Helaas niet van Eddie, want dat vond ik toch iets te gortig. Maar wel Halloween Fright Nights, ja. Dus u mag ook voortaan gratis in Fright Nights? Ja, daar ga ik nou vanuit, ja.